Wat moet er volgens u tegen de oplopende coronabesmettingen worden gedaan? Ten eerste dat ze gevaccineerd worden. En monddoekjes weer. Ja, ik ben bang dat het weer heel erg streng gaat worden. Die regering van ons. Nou ja, demissionair dan. Het is bijzonder. Ik vind dat ze alles over één kam scheren. En dat kan niet. Je moet mensen toch wel een beetje in hun waarde laten. En dat verhippen ze daar in Den Haag. Ik heb daar helemaal geen antwoord op. Want de mensen die zich niet willen laten vaccineren, gaan het niet doen. En de mensen die zich wel hebben laten vaccineren, die hadden gehoopt daarmee meer vrijheid te krijgen. En ik denk dat die twee partijen nooit tot elkaar komen. Wat een overheid of wat dan ook gebeurt. Dus ja, ik zou zeggen, het zou fijn zijn als iedereen de prik wel haalde. Maar ik weet gewoon dat het niet gebeurt. Ja, dat is voor iedereen verschillend. Iedereen heeft een andere mening daarover. En ik heb ook mijn eigen mening daarover. En het is voor iedereen, wat is hun gezondheid waard? En verder voor de rest kan ik er niet veel over zeggen. En als er niets wordt gedaan, dan lopen de besmettingen nog meer op dat dan ze nu al wel doen. Dat was natuurlijk al heel voorspelbaar. Ik denk dat de maatregelen toch weer wat strenger moeten worden. En aan welke maatregelen denkt u dan? Toch weer die 1,5 meter afstand sowieso. En ja, verder weet ik het eigenlijk niet allemaal. En dan verwacht u dat de cijfers omlaag gaan? Dat hoop ik. Ja, ik zou zeggen, de niet gevaccineerden gaan ramp uit. Vind ik persoonlijk. Misschien moeten we wat meer maatregelen nemen en dan is ook sneller de coronacrisis voorbij. En aan welke maatregelen denk je dan? Toch weer de 1,5 meter en mondkapjes. Want dat was ook, ja, mondkapjes die, ja, zijn toch wel, sommige mensen voelen zich daar ook fijner bij. Mondkapjes op, afstand houden, geen grote dancing parties meer. En verder voorzichtig zijn, vaccine als je gezond genoeg bent om een vaccin te krijgen. Er mogen nu weer grotere evenementen georganiseerd worden. En ja, daar kan het toch best wel goed. Als er dan één iemand toch corona heeft, dan kan het heel makkelijk verspreid worden. Iedereen enten. Geloof of geen geloof. De Heer heeft de serum ook uitgevonden. We leven wel in een vrij land waarin iedereen mag bepalen of die gevaccineerd wil worden of niet. Dan moet je jezelf gaan isoleren. Dan besmet je een ander ook niet. In de eerste plaats denk ik dat ze veel meer IC-bedden in gebruik moeten gaan nemen. Voordat de corona begon, ik geloof een jaar daarvoor, hebben ze het gehalveerd. Of in elk geval een vierde minder. En ik vind dat ze weer op dat niveau moeten komen. Zolang er geen maatregelen worden genomen, dan stromen de ziekenhuizen weer vol. Ja. De intensive care afdelingen, ja. enzovoort. Maar dat moet er niet bij mij zijn, want ik heb mij laten vaccineren. Dan moet het toch echt bij mensen zijn die dat niet gedaan hebben. En want het is wel, in mijn beleving, als je hoort dat die mensen daar veelal liggen, dan moeten die ook nadenken wat voor last ze op de zorg doen. En daar kan ik kan er verder niets aan doen. Als u de oplossing niet heeft, wie heeft die dan wel volgens u? Ik denk dat als wij weer een samenleving worden en geen leving samen, dan hebben wij een oplossing. Ja, wat moet je ermee? Mensen die niet willen gevaccineerd willen worden, die kan je toch moeilijk dwingen? Wij zijn allebei gevaccineerd, logisch. Dat zijn ouderen. Maar ik vind, onze regering heeft weinig idee wat er allemaal in Nederland woont. Er zijn ook heel veel mensen die het helemaal niet snappen. Er wordt helemaal niks aan gedaan. Het is allemaal wat hun zeggen, dat is zoete koek. Nou, is niet zo. Als ik u zo beluister, dan heeft u de indruk dat in Nederland de mensen die zich niet willen laten vaccineren eigenlijk niet zoveel respect krijgen. Dat is zo, dat klopt. Er zijn ook mensen die het niet kunnen vanwege een ziekte of dat het niet goed is. Maar daar wordt niet bij stilgestaan in Den Haag. Verwacht u dat sommige maatregelen weer worden teruggedraaid? Ik denk het wel, ja. En ik denk dat dat misschien ook wel goed is. Om andere mensen weer te beschermen. En aan welke maatregelen denkt u dan? De 1,5 meter, mondkapjes.
En toch de mensen te laten adviseren zich laten vaccineren. En ik heb ook al wel begrepen dat de houding van de patiënten die niet gevaccineerd zijn ook nog niet altijd tegenover de zorg geweldig is. Dus laten we er gewoon in samenleven. We hebben nog een lange weg te gaan. Ik ben bang dat we hier nog wel 3-4 jaar aan vastzitten. Er moet gewoon iets uit Van de Jong komen en van Rutte. Nou, hè, niet in café bijvoorbeeld. Hè, niet naar een restaurant. Ja, ik vind, want ze besmetten wel de mensen die ingeënt zijn. Nou, en ik denk dat de grote klap nog moet komen voor na de herfstvakantie. Kijk toch, mensen die weer op vakantie zijn geweest. Ja. En als het kalf verdronken is? Ja, dan denk ik met de put, hè. Ga jezelf dan isoleren. Dan zeg je, dan wil ik met niemand wat te maken hebben. Ik heb ook een kennis. En die zegt, ik wil absoluut niet geënt worden. Die werkt op het laboratorium. Maar die kent alle ins en outs. Maar dat is haar keuze. Maar dan moet ze wel bij andere mensen wegblijven. En dat doet ze dan ook? Ja, ze gaat nergens naartoe. Kijk, je kunt wel voor je principes gaan staan. Maar hou ook rekening met anderen. Oh, ik heb pas gehoord op televisie van die verpleegsters uit Zwolle. Hè, dat al die mensen daar van Staphorst komen. En dan ligt er een man in het ziekenhuis en die zegt, ja, ik wou dat maar laten enten. Ja, dat heeft geen effect meer. Berouw komt na de zonde? Dat bedoel ik.